Onlangs werd de Fosnilaan verkozen tot gevaarlijkste straat van Brussel. In een van de zijstraatjes ligt de Brailleliga. Samen met een visueel gehandicapte vrouw zochten we de gevaarlijkste plekjes op. We staan hier dus voor de Brailleliga in de Engelandstraat. Dus hiervoor naar het Zuidstation te gaan, langs de kant van de Brailleliga, op de stoep staat er altijd van alles en nog wat. Daardoor gaan wij nu onmiddellijk de straat oversteken om al die moeilijkheden te vermijden. Hier staan we dus aan een van de gevaarlijkste kruispunten van Brussel, vind ik persoonlijk. Voor dus hier over te steken moet je wel echt durven. Want de auto's komen zo goed langs, van links, van rechts. Er zijn trams, verder nog op zijn er de taxis en zo verder. Hier moet je werkelijk durven oversteken. Er staan hier lichten inderdaad, dat is al heel lang dat die hier zijn. Maar ze zijn ook al heel lang kapot. Ik denk, van als ik hier kom van in 1996... Ik heb die nooit zien functioneren. Persoonlijk, ik stap hier nooit over. Ik ga via de metro in de Engelandstraat zo naar het Zuidstation hieronder door. Ja, dus als je in het metrostation binnenkomt op de zijkant, voor de lift en voor de trappen staan altijd van die mannen. Wat dat ze daar hangen te doen, weet een mens niet. En ja, je ziet die niet staan, je ziet die, en ineens springen die op u. Je vraagt jezelf af van waar dat ze kwamen, want ik had ze helemaal niet gezien. En dan, ja, dan trekken ze je ketting af en ja, ze willen nu juwelen. En allee, ja, dat is allemaal hier, ja, ik denk, dagelijkse kost. Hier aan deze plek hier staan we dus nog altijd aan het Zuidstation, wel de andere kant in de Barrasstraat. Hier voor hierover te staan, weer al heel gevaarlijk. De auto's mogen dus even goed van links naar rechts, maar ook weer al afdraaien. Hier zijn er lichten, maar ja, als je niet goed ziet, ja, dan ziet je die ook niet. En als de zon op die lichten staat, zie je niet welke kleur dat is. Je kunt niet uitmaken of het rood, groen of die zien er wat is. Dat zou natuurlijk het beste zijn dat er een geluidssignaal is aan de lichten. Dan zou het dat veel verhelpen. Brussel is een hele moeilijke stad om door te gaan. Omdat er ook eens en vooral de straten zijn dikwijls vol met van alles en nog wat. Er ligt overal afval. Dus ja, de straten zijn hier heel vuil, vind ik. Dat zou ik wel tristig weten, dat de stad dan niet weet dat wij hier zitten. Maar ik heb zelfs al een mailtje gestuurd naar de stad Brussel. Ze hebben mij geantwoord dat ze elke dag het nodige doen. En dat is waar. Ik wil dat wel toegeven, dat is waar. Ze doen hun best en ze proberen, maar ja, het is niet te doen, het is niet te houden.